die ontwikkelingen, zeg maar, hij is er nog niet, maar het zou dus kunnen komen langs de kust met meer pieren, nog meer huizen. Maar vooral die pieren dat, en jetties en noem maar op. Dat betekent toch dat er. Er wordt dan gedacht aan economische ontwikkeling hier, maar je doet tekort aan waar werkelijk je sterke kracht ligt voor de toekomst voor het eiland Bonaire, denk ik. En dat is het koraalrif als bijzondere aantrekkingskracht voor het toerisme. Je moet niet vergeten dat het gaat met koraalriffen nergens ter wereld. Nou, het gaat over het algemeen met koraalriffen wereldwijd slecht. Bonaire is exceptioneel goed en heeft exceptionele mogelijkheden. En dan moet je, denk ik, daarop inzetten. Want als in een wereld waar de koraalriffen achteruit gaan, zal een plek waar de koraalriffen blijven bestaan en goed zijn, daar kan het nog meer gescoord worden. Daar kan, om plat gezegd, daar kan geld mee verdiend worden. Dus meer dan met een eiland wat net als honderden andere tropische eilanden bieren heeft langs de kust en restaurantjes op het water en zo. Dat is zo gewoon eigenlijk. Dat wordt zo gewoon dat ik zou zeggen, vertrouw je uniciteit. Ga daarop af. Daar ligt grote mogelijkheden voor het eiland die op de lange termijn zich beter in economische groei zullen vertalen dan coastal development.